de meest duurzame projecten met de technieken die op dit moment voorhanden zijn. Aantoonbaar, ja. Alle drie projecten zijn toevallig gemeten met de meetlat GPR. Waar wij extreem hoge scores kunnen halen. Als je alleen al kijkt naar het dakpakket, de dak komt dus hier naar buiten. Dat heeft dus een RC van 9. En dat kun je heel mooi zien aan dit detail. Acoya-hout, groene bestrating waar het water in weg kan zakken. Het hemelwater wat de straat oploopt naar de Wadi. Allemaal zaken die waarover nagedacht is. Ja, hier hebben we twee bouwkavels. Dat moet in de toekomst nog gebouwd worden als we kopers hebben. Maar zolang er geen kopers zijn, hebben we hier de bouwkavels te leen gegeven aan de bewoners. En die hebben hier een moestuin van gemaakt. We hebben dus een bel zonder stroom. En daarmee gaat het gesprek gelijk over duurzaamheid. We hebben hier te maken gehad met Gijs. En dat is een heel fanatieke, inspirerende aannemer. Kijk, normaal dan zegt de aannemer, ja, ik krijg maar wat ik moet bouwen. Nou, in dit geval is Gijs duidelijk de inspirator geweest en de man die eigenlijk ons gedwongen heeft tot het uiterste te gaan. En daardoor is ook dit integrale resultaat tot stand gekomen. Maar het was geen straf? Nee, het was een feestje. Duurzaam gebouw, zowel energie, maar zeker ook qua architectuur is het iets wat gewoon heel lang meegaat. Alleen al het feit dat wij vanuit de ambitie van een GPR van 6,7 hier geëindigd zijn op een gemiddelde van 8,2, is denk ik een heel mooi bewijs dat wij hier gezamenlijk de lat een stuk hoger hebben gelegd. Ik denk dat 10 of 20 jaar geleden er echt als bouwer in zaten, dat we een opdrachtgever kregen die door een opdrachtgever was uitgewerkt of door een architect. En dat we stenen gingen stapelen. En de vraag die nu bij ons komt is, er is behoefte aan een school. En dan gaat het niet zozeer om het gebouw zelf, het stapelen van stenen, maar vooral hoe ga je in de toekomst die school gebruiken. Een soort educatief karakter van echt een groene uitstraling, zowel naar de jeugd als naar de inwoners van Meel. En zelfs het vliegtuiggeluid, want het zit hier vlakbij een vliegveld, wordt geabsorbeerd door dit groene dak. Dat we daar van tevoren heel goed over nadenken hoe we het vandaag, morgen, maar ook op lange termijn kunnen gebruiken. En dat we dat continu kunnen blijven gebruiken. En het is vandaag een school. Het is nu een school voor 4, zeg maar, opleidingen. Maar op lange termijn maar misschien wel geschikt voor heel iets anders. Als Heijmans zijnde dat we al onze woningen uitrekenen in GPR. En het beleid daarvan is dat we alles zo'n hoog mogelijke score van 7,5 willen halen. En ik ken eigenlijk geen andere projectontwikkelaar die dezelfde streven heeft. Dus dan denken we heel snel na over de materiaalgebruik, energieprestatie. Maar ook over de invulling van de woningen die daar gaan komen en kijken naar de toekomst ervan. Ja. Dit is een hoogwaardige isolatie. Dat kenmerkt zich ook door de folie die erop zit. En ook door het structuur, want het is een hele harde persing. En dat zie je bijvoorbeeld niet bij glaswol of steenwol. Ja, dus de isolatiewaarde is hier heel hoog. En de spouw daarbij gewoon in de normale afmeting. Die kunnen we gewoon heel smal houden. We proberen zo luchtdicht mogelijk te bouwen. Dus na oplevering zetten we al onze woningen ook onder druk. En kijken of de luchtlekken zijn. En we maken ook foto's waar we warmtelekken kunnen zien. Dus dan kunnen we kijken of de isolatielagen op een juiste manier aangebracht zijn. Wonen 2020. We willen in dat jaar als streven hebben we dat alle woningen energie-neutraal gaan bouwen. En wij willen voor onze klanten gewoon energie-neutraal bouwen. Omdat we weten dat in de toekomst de energielasten gaan stijgen. Dus woonlasten, ja.
zijn tamelijk een klein, middelgroot bedrijf, zeg maar. En we willen ons toch meer profileren op de duurzame markt. En daarom proberen we door middel van deze rijwoning duurzame statuswoningen met lage maatlast, toch in zo'n woning kunnen wonen. Daarom willen we graag meedoen aan de prijs. Het zijn staalframe woningen, zeg maar. Met een hogere isolatiewaarde. De installatie, zeg maar, er zit een warmte terugwin met zonnepanelen, et cetera. Dus de installatie die erin zit is ook speciaal. Het is de bedoeling dat gewoon een duurzame installatie wordt geïnstalleerd. Net zoals bij ons op kantoor hier is, dit is middels een warmtepomp, maar hetzelfde principe of zoiets of vergelijkbaar wordt daar toegepast. Je moet denken aan CO2-arm, energiearm, luchtdichtheid, een hoog wooncomfort, lage woonlasten. En dat hopen we dat het aantrekkelijk is voor potentiële kopers. En in principe hopen wij op deels op status. Want we merken toch als aannemer dat de jeugd dat die wegtrok uit Nieuw-Schonebeek. En daardoor zagen wij van dat we moeten iets ondernemen om de jeugd vast te houden wat goed is voor de leefbaarheid van het dorp.